Welkom op het Keizer Karel College. Ik ben Henry en ik zit hier in de HAVO Atheneum brugklas. Het Atheneum past bij mij omdat ik goed ben in zelfstandig werken en van onderzoekend leren hou. De overgang van de basisschool naar het Keizer Karel College was best pittig. Je hebt ineens meer huiswerk en toetsen. Gelukkig heb ik een fijne mentor die vaak aan me vraagt hoe het met me gaat en bij wie ik terecht kan als het nodig is. Het Keizer Karel College is een WON-school. Dat staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Klinkt ingewikkeld, maar het betekent dat je leert onderzoeken en onderzoek leert. We hebben bijvoorbeeld het vak onderzoek en wetenschap, dat alleen hier op school gegeven wordt. In die lessen leren we precies uit welke stappen een wetenschappelijk onderzoek is opgebouwd en doen we ook echt onderzoek. Onderzoek heeft me veel geleerd over actie en reactie en oorzaak en gevolg. Je leert bij OMW ook hoe je kunt zien wat echte informatie is. Zo kun je onderscheiden wat wel en niet waar is. In de tweede klas krijg je bijvoorbeeld een moordproject. Op school is er dan zogenaamd iemand vermoord en met de klas moet je uitpluizen wat er precies gebeurd is. Dat betekent op zoek naar aanwijzingen op plaats delict, onderzoek naar sporen zoals vingerafdrukken en haar en het verzamelen van al het bewijsmateriaal op een zogenaamde moordmuur. Alles om de daden te vangen. Toen ik voor het eerst op het KKC kwam, kreeg ik daar gelijk een goed gevoel bij. Nu ik hier al een tijdje zit, heb ik dat gevoel nog steeds. Ook naar het Atheneum op het Keizer Karel College. Kijk op onze website voor meer info.